jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Zoals je waarschijnlijk kan zien ben ik vandaag weer niet alleen. Ik ben namelijk met Sharon en met Rebecca. Hi. En vandaag gaan we lekker make-up doen. Dus ik zeg ook laten we meteen beginnen. Ja, ik heb echt make-up behoefte. Ik heb ook make-up behoefte. Als je dan je hoofd zo ziet dan denk je nee, help. Help. Oh, fix it. We hebben dan echt een chille make-up tas. Ja, chillen. Oh, die is nice. Waar is die van? Deze is van de Kruidvat. Kijk, hij is met bloemen. Maar hij is al van heel lang geleden hoor. Had mijn moeder een keer van mij gekocht. Vandaag zijn we bij Sharon, want we zijn hier blijven slapen. We gaan nu van brak naar knap als het ware. Tenminste, maar letterlijk gaan we proberen. Letterlijk. We zijn oud. Ja, maar we hebben gisteren wat wijntjes gedronken. Het was niet dat we gesopen hebben. Nee, echt niet. Ik was ook niet aangeschoten ofzo. Ik ook niet. Maar we gingen pas om 4 uur naar bed, dat je denkt van wow, heftig. Maar we hadden gewoon diepgaande gesprekken, niet eens het hielp niet op. Nee. Nee. Het ging maar door. Er zijn geheimen op tafel gekomen, nou. Openbaringen. Nou, openbaringen, ja. Maar net ook weer, dan maken we een maskervideo. Is eerst, ja, wat moeten we het nou over hebben? Maar we lullen ook gewoon. Ja. Wij hoeven niet te bedenken lullen. Waar gaan we het over hebben. Hey, wat voor kleur heb jij van deze foundation? Dan liggen ze. Heb je 10? 10 kan ik dus nooit vinden, dus ik heb altijd 20 en dan mix ik hem met een lichtere foundation. Nou, jij kan 10. Dan. Dus jij kan gewoon 10 hebben eigenlijk. Mag ik hem eigenlijk? Oh, jij moet hem lichter maken. Ja. Oh. Nou, ja, wat denk jij? Wat denk jij? Ik dacht dat 10 is wel lichter. Ik wil het proberen, 10. Want ik vraag me af of het wel mijn kleur is namelijk. Het is zo leuk altijd dat iedereen begint met foundation en ik start dus altijd met mijn oog. Met mijn ogen. Je oog? Waarom? Weet ik niet. Oh ja, omdat ik waarschijnlijk nooit foundation echt standaard draag. Maar weet je, heel veel beautygurus doen dat wel hoor. Echt, jij haalt altijd je geluid aan. Maar ik krijg al heel snel comments van mensen dat ik dus te lichte foundation neem. Want dat komt echt door die lampen. Je gezicht die camera, wordt witter. Kijk Mensen komen dan echt, oh toen je vroeger donkerder foundation droeg, toen zag het er veel mooier uit. Ja, maar toen had ik geen lampen. Ja, toen had ik geen lampen. Het lijkt dan op camera zo, want als je echt flink te donkere foundation hebt, dan lijkt het normaal op camera. Ja, klopt. Maar dan ga je de deur uit en dan denk je, oh god, ik hoop dat niemand me ziet. Kan echt niet. En mijn lampen maken mij altijd heel groenig. Ja. Oh ja? Ja. Ja, ook. Mijn haar heel erg. Ja. Het is ook echt een beetje juist meer rood haar. Ja, dus het is heel vreemd dat het dan groen wordt. Dan gaat jouw camera het proberen te balanceren. Ja. Balanceren. Balanceren. Maar wat is het nou eigenlijk? Oh, dit zijn druppels, lightning. Okay. Maar volgens mij heeft elk merk het inmiddels wel. Ja, maar die heb ik van jou nu. Van? Wat? Van jou heb ik die gisteren geruild? Van? Nee. Jawel, ook lightning drops. Niet van mij. Jawel. Nee, het waren de highlight drops. Je hebt de highlight drops. Oh, oké. Okay, dat is weer anders. Ja, ik ben echt een newbie. Lightning is echt ja, want wij hebben gisteren een make-up ruil gedaan. Dat was echt superleuk. Ja. Ik voelde echt alsof ik op de markt sta. Ja, inderdaad. Je moest ook echt je productje verkopen van, neem deze, want. Ik doe hem weg, maar neem het. Ja. Ik maak even jouw foundation ondertussen op. Ja echt goed. Hè? Nog even een laagje. Gestuurde rekening. Oké, ik had mijn wimpers vooraf moeten krullen, want dat duurt altijd ellendig lang bij mij. Oh ja? Ja. Ik doe het echt een paar keer. Ik doe het echt nooit. Nee. Ik heb het letterlijk 1 keer in mijn leven gedaan. Ja, maar jij hebt echt nodig. Jaloers maken. Mijn zijn ook echt rechts inderdaad. Oh. Jij hebt echt van die. Ja. En ik heb stokjes, die wijzen echt recht vooruit. Ja. Ik moet het krullen. Maar maak je hem dan niet af en toe gewoon iets van warm of zo? Nee. Dat zegt ze ook wel eens. Ik had wel altijd een verwarmde. Mm-hmm. Die deed gewoon aan met een knopje en die was super goed. Wow. Dat werkte zoveel beter. Maar ik heb dus mijn een keer warm gemaakt met een föhn. Yeah. Maar dat werd heet. Dus ik zette hem op mijn oog en toen dacht ik, yes. Dat deed zoveel pijn. Moet ook even checken. Ja, maar dat deed ik niet. Ik dacht gewoon, hoppa. Gaan. We gebruiken echt allebei hetzelfde. Ik heb ook deze foundation. Ja, die heb ik door jou. Oh ja, ja, ik vond hem echt. Ik dacht dat jij de Fit Me altijd gebruikte. Ja, deze Fit Me heb ik ook. Ja. Maar die andere kleur, die is dus op. En ik heb 102. En iedereen zegt dat die dus te licht is. Dus dan mix ik hem met iets anders. Oh ja. Maar die dekt wel echt heel mooi, hè? Ja, hij is heel mooi. Want deze die jullie gebruiken, is dat gewoon full coverage of? Ja, ik ben echt wel een full coverage. Tenminste, het is waarschijnlijk niet zo full coverage als een dure foundation full coverage. Maar het moet bij mij ook niet als plastic voelen op mijn huid. Nee, het moet er niet echt op liggen. Geen Nikki tutorials worden. Maar hebben jullie haar wel eens niet echt gezien? Ik ben dus heel benieuwd hoe dat in het echt uitziet. Hoe ziet het echt eruit? Of dat ook echt gefotoshopt lijkt. Of dat je dat wel echt ziet liggen.
Je ziet het wel liggen. Dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik ook. Dat moet wel. Want op foto's en video's heb je zo goed licht. Ik bedoel, zij heeft echt een studio. En al ja, die bloggers en alles. En ja, dat lijkt toch allemaal heel die anders. Hebben niet één lamp hoor. Die hebben gewoon een stuk of vijf lampen. Ja, van alle kanten. Het gaat te snel, man. Hoezo? Ben je al ja, jij bent ver? Echt... Ja. Ik hoef alleen nog mascara en wimpers. Oh. En ik moet echt alles heel nog. Veel. Ja, ik zit er even te kijken. Denk, oh. Ik heb net mijn eerste laagje mascara op. Wat ben ik normaal jij snel doe ook een ooglook of zo dan. Nee man, dat staat me niet. Ik ga nog, ik moet echt nog eyeliner ja, doen. Ja, ik moet alles ja, ogen ben ik vaak wel lang mee bezig. Omdat ik dan echt inderdaad een beetje oogpotlood en dan vaag het een beetje. Doe ik een beetje oogschaduw en dan doe ik daar nog een oogpotloodje. En dan wimpers heel lang mee bezig en dan zit het overal. En dan moet ik het allemaal weer met een kijk. Staafje afhalen. Ja, nou, wacht maar tot je mij ziet. Nou, ik probeer het nu echt netjes te doen voor de camera. Ja, dat ga ik ook doen. Maar normaal zit ik helemaal onder. Dan denk ik, ik ben 26 en ik kan nog steeds niet mascara doen. Ik snap ook niet hoe dat misgaat, maar het lukt me gewoon niet. En liquid lipstick ben ik ook al heel lang mee bezig. Ja, dat moet ook helemaal perfect zitten. Hè? En dan zit het alsnog scheef. Het is moeilijk echt eigenlijk. Oh. Hè? Maar ik vind toch liquid lipstick makkelijker dan gewone lipstick. Ik niet eens. Ja. Nee, ik ook niet. Dat mag je van mij doen. Maar want dan vergeet ik al, dan vraag ik ook, zodat zelfs mijn vriend dan zegt, je hebt daar ook nog lip, hè? Ja. Oh, daar ben ik dan niet hij eens het geweest. Zelf. Dat is wel ernstig, ja. Maar ik vind ook, ik zeg altijd tegen mensen hoe lang ik mijn make-up doe 's ochtends. En die zeggen altijd, jemig! En dan denk ik, ja, ik kan het echt in een kwartiertje. Maar ik vind het zo lekker. Ja. Gewoon lekker wakker worden, gewoon met mijn spiegeltje doe ik gewoon echt langzaam. Ik vind dat echt... Heerlijk wakker worden. Oké, ik moet me heel erg concentreren op mijn linker oog eyeliner, want dat is altijd heel moeilijk. Oké, en dus? Of wij even stil zijn. Ja, maar normaal gesproken heb ik stilte en alle rust en dan kan ik zo boep en boep? Dan gaan. Boep, wie ben jij? Oh, dat ging goed. Zie je omdat we stil waren? Ja. Bedankt voor het stil zijn, guys. Graag gedaan, graag gedaan. Heb ik even nodig gehad. Ik durfde zelfs niet te ademen. Ben je nu al klaar? Nee, ik ben bijna klaar. Oh, wat doe je dat snel? Nou, jongens. En ik nog denken dat ik het allersnelst klaar was. En ik begin net. Nee, met mijn eyeliner bedoel ik, hè? Okay, ik ga nog even snel mascara doen. Nu jij nog bezig bent. Snel mascara doen? Ja. Ja, maar dan ben jij al klaar. Nee, ik moet nog mijn highlighter doen. Nog mijn lipstick doen. Ja, maar ik ook al allemaal. Ja. Dus... Hoezo gaan we... Huh? Wat is er? Hoezo ben je nou opeens zo snel? Ja, ik vind het ook niet leuk. Ja, dat komt omdat alleen maar foundation bij mij tijd inneemt. Verder ben ik echt heel snel klaar altijd. Mm-hmm. Woe! In mijn oog. Gebruik jij nooit oogschaduw eigenlijk? Echt never, nooit niet? Heel soms, maar dan denk als ik dat doe, denk ik, oh leuk. En dan kijk ik even later in de spiegel en denk ik echt... Wie ben ik? Ja, het ziet er zo raar uit bij mij, vind ik. Omdat je er niet aan gewend bent. Ja, dat denk ik. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon nooit mooi. Het lijkt mij juist dat jij echt van die perfecte ogen hebt voor oogschaduw. Nee, want ik heb best wel hangende oogleden. Dus ja, maar dan moet je hoger gaan. Ja, in je crease. Boven je crease. Boven, juist boven je crease. Oh. Weet je wat ik mij ineens bedenk? Ik weet echt niet of ik mijn microfoon aan heb gezet. Ja, ik heb het altijd. Ik heb altijd zo'n stressmomentje. Heb jij dat ook met je auto? Dat je dan denkt, heb ik de auto op slot gedaan? Ja, en je moet terug. Ja. Ik moet terug. Met huis ook. Altijd als ik mijn huis op slot draai, dan is het... Ik draai het nu op slot. Ja, ik heb ook wel eens een foto gewoon gemaakt van mijn auto. Zeg, dat je het weet. Zit op slot. Ja. Oh, en ik heb dan ook altijd als ik wegga, dat ik denk, heb ik mijn stijl dan uit? Het, ja, dat vind ik gehaald. Zo maar het gaat automatisch uit. Ja, hij gaat uit, maar hij zit nog wel. Ik hou er niet van dat hij er dan nog in zit. Dus dan haal ik dat er ook. Ja, ik weet dus niet of mijn foundation wel. Of foundation. Deze. Of mijn stijltoon. Stijltoon wel echt uitgaat vanzelf. Dat weet ik echt niet. Als het goed is, doen alle stijltoon wel. Welk merk heb jij? Remington. Die doen dat. Ik heb Remington, die gaat uit. Ja, dat heb ik nog nooit zo ver laten komen, maar oké. Okay. Nee, ja, het is ook natuurlijk voor je veiligheid. Maar ik hou er niet van dat het in het stopcontact zit. Want ook daar kan vuur ontstaan. Ja. En ik denk alleen maar, hallo, ik heb 3 katten, die kunnen nergens heen. Nee, oh, dat is ook kut. Alles moet bij mij uit het stopcontact. Alles? Nee, niet de oven en zo, maar... Nee, okay, maar... Dingen die aan kunnen, als in lampen. Opladers. Ja. Dat doe ik wel allemaal uit. Ja, dat is wel goed hoor. Ja, ik hou er niet van. Dan denk ik, mijn arme katjes, die kunnen nergens heen. Oh, oogpotlood kan ik al helemaal niet meer overweg. Ik ook niet. Ik prik altijd in mijn ogen of het kietelt of het... Het kietelt het doet, inderdaad. Ja, het doet altijd wat. Het voelt
beetje, ja, vervelend. Hebben jullie ook thuis dat al jullie kasten en camera en spiegels onder foundation zitten? Ja. Nee. Oh nee, gebruiken jullie niet zoveel foundation? Nee. Mijn witte kasten, oranje. Ja, echt? Altijd van die vieze vingers. Is Alex dat dan niet echt heel irritant? Nou, hij zegt er nooit hij wat over. Oh. Ja, en ik probeer het af en toe wel schoon te maken, maar anders blijft het beter. Het zit er toch weer. Ja, het zit er toch weer zo op. Ja. Het is echt... Dus ja, dan kan je het beter laten zitten. Mijn vinger zit vast in mijn krultang. Hoe dan? Alleen, wat gingen we nou doen met eten? We gaan zo meteen even een lekker wrappy eten. Oh ja, oké. Okay. Wrappy. Met hummus. Je hebt natuurlijk niet voor niks sla in huis gehaald, want anders... Welke sla? Het gaat echt niet op. Romijn. Sla. Niet veldsla, niet kropsla, niet bladsla, niet eikenblad. Ijsbergsla. Ik stond er echt van versteld hoeveel verschillende sla. En ze gingen door en we dachten echt, cherem. Ja, we hebben al gezegd wat we willen. Ik vind het gewoon fascinerend. Nee, maar eigenlijk is het goed dat je doorging, want wij hadden allebei, ja, ijsberg. Ja, en toen zei ik romijn en toen was het... Oh, ja! Ja. Echt lekker. Geen wat is dit trouwens? Zo'n kwastjes. Oh, wat schattig. Wat een luxe tata. Ik ja, joh. Oh, mooi die kleur. Ze zegt, ik heb AliExpress kwasten. Dat is de enige goede kwasten die ik heb. Oh, okay. Wat schattig zo. Het is echt een hartje. Mickey Mouse. Cute. Ik draag dus net weer in mijn leven blush. Trouwens. En laatst is het bij een event is het opgedaan bij me. Toen dacht ik, eigenlijk vind ik blush zo leuk. Ik blush, ik blush. Blush. Veel op altijd. Jij bent soms wel gewoon te eerlijk. Zij laat ook leuke reacties achter, tuurlijk. Maar ook passief agressief. Ja, dan zie ik jou. Ik stel dan staat een uur geleden. Ja. En dan staat het gewoon 70 en dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus, weet je wat het is? Dan moet het gewoon even gezegd worden en niemand zegt het, behalve ik. Ja, jij bent degene die het durft. Ja. En iedereen denkt het, maar niemand zegt het. Precies. En daar is Sharon. Zo ben ik ook gewoon in het dagelijks leven. Ja, maar dat ben je ook zo in het dagelijks leven? Nee, dat ben ik echt niet. Minder misschien. Ja, minder misschien. Ik denk dat ik het meer ben in het dagelijkse leven. Meer dan jij dat bent. Tenzij het over iemand zijn kleding gaat. Dat vind ik zoiets persoonlijk. Ja. Daar zou ik nooit iets vervelends over kunnen zeggen. Ik bedoel ook niet dat ik zo ben in comments. Maar ik zeg wel, als iets me niet aanstaat wat ze doen. Ja. Dan denk ik, ja, dat moet je gewoon niet doen. Ja. Nee, maar ik was laatst in de supermarkt en er was een vrouwtje en die kwam niet bij een product. En drie jongens waren haar belachelijk aan het maken. En dan zeg ik, jullie kunnen er ook helpen. Echt? Zo ben ik dan. Ja. En uiteindelijk ging ik er helpen, want ik wilde niet eens meer dat ze er gingen helpen. En toen dacht ik, ja, sorry, maar dat vind ik dan weer niet oké. Nee, jongen. Dat zou ik niet snel doen, denk ik. Ja, hoe slecht. Er wat van zeggen? Ja. Oh, ik wel. Ik denk niet wel heel goed, hoor. Ik moet er gelijk wat van zeggen. Kijk wat ik sinds een week heb. Oh, dat is heel mooi. Dat voelt zo goed. Oh, we gaven hem weg in een winactie op Instagram. En vanaf dat moment dacht ik, ik moet hem eigenlijk ook gewoon hebben. Hij is zo mooi. Ik kan er niks mee, want ik ben heel slecht. Hij voelt lekker zwaar ook. Ja, maar ik wilde echt mee oefenen. Ik wilde echt meer mee doen, maar ik ben... Het is wel een hele goede oogschaduw om mee te beginnen dan. Mee te oefenen. Wat een pigment. Of tenminste mee te beginnen. Het is wel heel erg duur, maar het is wel, als ze het blend goed, goede kwaliteit. Ja, dus dan denk ik... Welke kleurlipstick doe jij op? Ik zit er weer te kijken, want ik ga ook rood op doen. Oh, ja, is weer zo ver? Ja. Doen we echt, oh nee, ja, ik doe de ene die ik van jou, door jou heb gevonden. Wat is dit dan? Oh. Jongens, ik heb mijn... Heb je deze op? Ja. Mooi man. Thanks. Ik heb mijn fixing spray gedaan, jullie weten wat het betekent. Madame is ready. Bedankt voor het kijken. Echt hoor. Wat ben jij nou? Nou, als je nog heel even wacht. Ja, tuurlijk joh. Nee, ik ga weg. Doei! Zullen we even mijn handen wassen? Altijd als ik mijn make-up heb gedaan, moet ik als eerst mijn handen wassen. Wil jij dan even uit mijn make-up tasje mijn rode lipstick pakken? Ja gaan we echt weer team rood? Gaan we de rode tour? Ja. Heb jij een helemaal mee? Ja. Oh, die doe ik ook op. Oh echt? Die all-fire eraf of zo? Maar jij doet eerst je mascara en dan ga je oogschaduw doen. Omdat ik heel slecht ben in mascara. Oh. Ja, dan zit het over. Ja, dat heb ik dus ook. Dan probeer ik een keer oogschaduw en dan zit mijn mascara er weer op en dan denk ik weer... Maar ik laat het altijd helemaal opdrogen en dan haal ik het weg. Ja, maar dat kan niet met waterproof. Oh, dat kan niet met waterproof? Nee. Waarom gebruik je alles waterproof dan? Nou, omdat anders mijn wimpers weer naar beneden zakken. Echt? Ja. Oh ja, dat zei je al, ja. Doe je nou eigenlijk zeg maar setting spray en dan je lipstick?
Nee, ik heb nee, alles bovenop. Ja, daar twijfel ik altijd aan. En we zijn klaar met onze make-up, yay! En we hebben alle drie voor een rode lipstick gekozen, zoals altijd. Niks nieuws. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Check ook het kanaal van Sharon en van Rebecca, want we hebben ook nog meer video's opgenomen. En dan zie je het allemaal verschijnen op hun kanalen. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!